Welkom bij een gloednieuwe Reageer en Win. Tada! Ja, daar zitten we weer. Hey, ten eerste, hoe was jullie week? Ik ben benieuwd wat jullie hoogtepunten waren. Altijd leuk om een beetje social talk te doen, ook al ben ik de enige die praat. Maar laat even een berichtje achter hieronder in de video's. Vind ik leuk. Hey, ik vind het ook leuk om hier weer te zitten en jullie blij te maken met allemaal cadeautjes. Vorige week maakten jullie natuurlijk kans op, je ziet het hier in beeld, de Brit seizoen 4 en een goodie pakket van de nieuwe film The Gringo in combinatie met bioscooptickets. En daarvan heb ik nu de winnaars. Laten we beginnen met de Brit seizoen 4 en de eerste winnaar. Top. Laat ik eerst even vertellen wat je moest doen. Naast gewoon leuke positieve reacties achterlaten op XGN, moest je een hintje achterlaten in de reacties. Wat een beetje deed denken aan Detective, want het is natuurlijk een crime detective serie. Dus we gaan naar de eerste winnaar. Dat is geworden Faxel. Faxel die gaf aan in het artikel Shadow of the Tomb Raider, release datum per ongeluk vrijgegeven. Jij zei... geweldig nieuws, mooie avonturen en puzzelen. Puzzels oplossen en geheim ontraadselen vind ik leuk, net als Sherlock Holmes. Nou ja, als je bij een Tomb Raider artikel gaat beginnen over Sherlock Holmes, dan wil je vast en zeker kans maken op deze te gekke serie. Ik zou zeggen, stuur mij even een mailtje naar r.v.d.helm@xgn.nl. Dat komt nu mooi in beeld waarschijnlijk. En dan samen met je adres en je gebruikersnaam. En dan komt dit binnenkort jouw kant op. En dan heb ik er nog eentje te vergeven. Die gaat naar Wiki. Van harte gefeliciteerd, Wiki. Jij gaf aan op de grootste Netflix flops. Zei jij, op basis van de titels en beschrijvingen detecteer ik, dat was natuurlijk hint, dat dit inderdaad geen series zijn om veel tijd aan te besteden. Gelukkig zijn er wel verdacht veel goede series die een nader onderzoek kunnen gebruiken. Nou, dat was ook wel heel duidelijk. Ook voor jou geld, stuur even een mailtje naar me en dan komt dat binnenkort jouw kant op. Dus dat was dit. En dan gaan we door naar de goodies. Deze te gekke zonnebril met een powerbank, smintjes. Maar waar het natuurlijk allemaal echt om te doen zijn deze bioscoopkaartjes. De film, het lijkt me heel leuk. Een comedy. Die draait sinds gisteren in de bioscoop. En die kunnen jullie nu zien. In ieder geval geldt dat voor Johannes Lol. Van harte gefeliciteerd. Jij zei op de Reageer en Win van vorige week. Gefeliciteerd voor de winnaar. Oeh, naar de bioscoop lijkt me erg leuk. Dus ik doe graag ervoor mee. Ik ben zwaar gestrest voor mijn afstudeerscriptie. Dus ik kan wel eventjes wat afleiding gebruiken. Nou, ik vind dat een goede reden. Maar beloof me wel dat je na die film gewoon weer aan je afstuderen gaat beginnen. Of gaat beginnen, dat je verder gaat. En de tweede winnaar is Raven. Die zei ook in de Reageer en Win. Ik ben nu wel erg nieuwsgierig geworden naar de Gringo. Heb wel weer zin in een avondje lachen. Dus ik doe graag mee voor deze toffe prijzen. Nou, van harte. Ik zou zeggen, stuur me even een mailtje. En als laatste is de winnaar Jens Oostland. Die gaf aan op de Reageer en Win. De film The Gringo lijkt me echt hilarisch. Ik zou er graag met mijn vrouw heen gaan. Het is alweer een tijdje geleden dat we naar de bioscoop zijn geweest. Nou, dan kun jij je vrouw verrassen. Dan zet je die zonnebril op en dan schuif je deze bioscoopkaartjes zo in haar hand. Over die film gesproken, ik zou zeggen, ga ook nog even naar de website. We hebben een leuk artikel geschreven met de uitlichting van de cast van de film. Dus je ziet waarschijnlijk nu zo'n linkje in beeld. Lees dat nog even na. Heb je een beetje achtergrondinformatie. Goed. Dat gezegd hebbende, gaan we door naar de volgende prijzen voor deze week. Life is Strange voor de PAF, Xbox One en de PlayStation 4. En dit is de Limited Edition, zoals je kan zien. Deze games van Square Enix die zijn eerst in diverse delen uitgebracht. Er zijn er eigenlijk 3 plus nog een bonus episode Farewell. En min of meer het vervolg. Al is het de voorloper van Life is Strange. Dus dat is dit Before the Storm. Ik ben daar zelf heel erg te spreken over. Als je echt van narratieve games houdt, waarbij je zelf invloed hebt op wat je doet. En als je graag een beetje wil wat meer rond wil puzzelen of rond wil neuzen in het verhaal. En wat meer te weten wil komen over de karakters. En als je gewoon houdt van goede karakterontwikkeling en een mooie soundtrack. Het is gewoon heel sfeervol, zeg maar. Dan is deze game echt op het lijf geschreven. Ik heb er onlangs ook een artikel over getikt van 5 redenen waarom je de serie moet spelen. Dus check dat ook even. Maar goed, je kan ze hier nu dus winnen in samenwerking met Square Enix. Geef ik 2 exemplaartjes weg. En het leuke is dat je het al gewoon fysiek hebt. Ik bedoel, eerder kon je het al downloaden, maar nu heb je het gewoon in je kast staan. Of kun je het hebben staan. En wat die in zit, dat ga ik even vertellen. Namelijk, waar staat dat? De soundtrack staat erin, een artboek, een mixtape mode, Life is Strange episode
één compleet seizoen, een bonus episode en een outfit pakket. Nou, gewoon een dik pakket dat je niet wil missen. Wat je daarvoor moet doen is bovenal weer een paar leuke reacties achterlaten. Oh, ik ben echt een beetje aan het falen in deze video. Een paar leuke reacties achterlaten op de website. Laat even onder dit artikel weten ook wat jullie van Life is Strange vinden. Vind ik wel even leuk om te horen. En ik zou zeggen, als je echt kans wil maken, post een reactie met het woordje Strange erin. Beetje eigenaardig, maar hey, dat maakt niet uit. Dat maakt het leuk. En dan maak jij kans. Wat staat hier allemaal? Iemand heeft mijn show voorbereid, maar ik heb een hele pagina niet benoemd. Wat is dit allemaal? Oh, ik zat helemaal te zoeken wat erin zat, maar Jordi die heeft gewoon letterlijk op een rijtje voor mij gezet wat erin zat. Nou, dat heb ik nu al verteld. Wat grappig. Oh, en hij heeft ook nog opgeschreven dat episode 1, die kreeg door mij een 8 in de review. Goede gesprekken, prachtige muziek. Iets te veel gewerkt met contrasten. Nou, weten we dat ook weer. Hey, en dan gaan we door met de kwartaalprijs. Als je een kwartaal lang leuke reacties achterlaat. Dus dat ging eigenlijk in vanaf begin januari tot en met eind maart gaat dat dan denk ik worden. Dus even te kijken, wanneer moeten wij dan een winnaar gaan onthullen? Dat wordt dan volgende week. Dus volgende week gaat die kwartaalprijswinnaar bekend worden. Elke week zijn er dus prijzen ingekomen. Deze week komt daar deze game in. Ghost Recon Wildlands van Ubisoft. Ik ben er zelf net na een dik jaar klaar mee. Het is echt een game die je co-op moet spelen met vrienden. Het wordt her en der een beetje herhalend. Maar het is wel echt een game met heel veel content. Die gaat in de doos. En dan zou ik zeggen, geniet van jullie weekend. En tot later. Goedemiddag, avond. Welkom dat je kijkt. Laat eens geen goed Nederlands, lol. Welkom dat je kijkt. Ik zou zeggen, stuur mij. Oh, stuur. Wat niet mis is, want je ziet het hier al in beeld. Bovenal weer een paar leuke reacties achterlaten. Oh, ik ben echt een beetje aan het falen in deze video. Tof dat je nog even bent blijven kijken, want eigenlijk hebben we hier gewoon een bonus blooper, of hoe we dit moeten noemen. Want iemand hier heeft dus mooi deze video voorbereid, ik krijg allemaal mooie papiertjes en we zijn klaar met filmen. En ik zeg, er waren nog poppetjes, waar zijn die poppetjes? Kijk, dit zijn poppetjes die bij Life is Strange horen. En dat zijn natuurlijk Chloe en Rachel, de twee karakters waar het om draait. En eigenlijk moet dit gewoon nog eventjes goed in beeld komen, want die wil je er gewoon bij krijgen. Dus iemand met een PlayStation 4 en met een Xbox One krijgt ook deze gekke poppetjes.